Hoi, op het moment van filmen ben ik mijn bureau aan het opruimen. En ik ben toegekomen aan het maskerbakje. Het ventilator dat op mijn bureau staat. Maar ik dacht van, hey, ik heb nog nooit mijn maskers uitgezocht. Dus dat ga ik even met jullie doen. Dit zijn al een beetje overige maskers. Dit masker zit in een pot. En het is de T3 masker van de Body Shop. Hier heb ik een paar keer een review over geschreven. Of Masker Monday. Deze gaat weg, want deze is volgens mij 12 maanden houdbaar. En ik denk dat ik hem al 2 jaar heb. De acne killer, die wil ik dan nog wel een keer gebruiken. Dit zijn maskertjes van Himalaya, wil ik ook wel een keer gaan gebruiken. Dit is een peel-off masker van Balea, die kreeg ik in een swap met Bianca. Nou hou ik niet zo van de peel-off maskertjes. Maar deze wil ik wel een keer gaan proberen. Als ik hem dan niet fijn vind, kan ik nog altijd de andere helft weggeven. En dit is een Glam Glow masker, die wil ik ook gaan testen. Dan ga ik verder hier naartoe. Deze reinigende porenstrips werken voor mij niet. Blijf altijd in mijn neus plakken. Ik snap hier niks van. Geef ik wel weg aan iemand. En deze Wake Up Under Eye Patches bewaar ik. Dan mijn Dr. Van Hoog maskertjes. Dit is een peel-off masker, die geef ik weg. Even kijken. Het Lovely Lily masker. Dat bewaar ik, denk ik. Nee, ik geef het weg. Ik heb dat al zo vaak gebruikt dat het niet meer leuk is voor een Masker Monday. Romantic Roses bewaar ik. En deze fruitmaskertjes bewaar ik ook. Mijn maskerkwast, die bewaar ik natuurlijk ook. Deze is wel oud, maar maakt niet uit. Mijn maskertjes van Montagne Jeunesse. Deze wil ik eigenlijk in de winter gaan gebruiken, maar dat heb ik niet gedaan. Dus deze gaat naar iemand anders. Dit witte chocolademasker ook. Dit aardbeienmasker ook. Dit is met bessen, die bewaar ik. Dragonfruit. Dit wordt heet volgens mij. Dat lijkt me ook wel vet om een keer uit te proberen. En dit is een peel-off masker die gaat weg. Dit een stuk rustiger. Misschien kan ik het er zelfs ergens anders in doen. Want ik vind dit een beetje rommelig staan of zo. Zo goed hoe ik maskertjes moet opbergen. Ja. Laat weten welke jullie als eerste in een Masker Monday willen zien. En dan zie ik je de volgende keer. Tot ziens.